Hey Vis, leuk dat je kijkt naar een video van Passion Vertaald. Dit is de reading voor de maand oktober. Check voor de geschreven lezing eens de Facebookpagina. We gaan vandaag eens kijken wat ik aan jou mag doorgeven. Een stukje zelfinzicht, tweelingziel. Ik ga eerst alle kaarten nemen en daarna uitleggen. Vergeet vooral niet om te liken, te delen, te volgen. Abonneer je op mijn kanaal. Op de Facebookpagina vind je ook iedere dag dagkaartjes. Informatie over maanstanden. Affirmaties. Mocht je interesse hebben in een persoonlijke reading, kijk dan even hieronder in de beschrijving. Momenteel ben ik alleen beschikbaar voor geschreven lezingen. Oké, laten we beginnen. Maanenergie. Geef je over aan de natuurlijke stroom van het leven. Als je je verward voelt, komt deze elf om je te kalmeren en je gerust te stellen. Een rustige geest is mogelijk. Voor mijn gevoel heb ik het idee dat dit om meerdere situaties gaat. Meestal als jij uit balans bent, is eigenlijk alles uit balans. Het kan zijn dat je momenteel last heb van veel ascensieverschijnselen. En dat je eigenlijk aan het uitzoeken, bent naar een uitweg. Werken met de maan. Zoek eens uit wat jouw maanenergie is. De keizerin, 8 van staven en de hoge priester. Dit zegt voor mij dat je orde op zaken moet gaan stellen. Op het moment dat jij jouzelf overgeeft aan het feit dat je eigenlijk al alles bezit wat je nodig hebt, kun je actie ondernemen naar het hogere doel. De hoge priester vertelt me dat er een hoger doel voor je is. En met de 8 van staven zal het helemaal niet eens zo raar klinken als het allemaal heel snel op je afkomt. Probeer de dingen onder controle te houden, dat heeft geen zin. Deze keizerin leeft met de maan. Deze keizerin laat de maanenergie werk voor haar doen. De 8 van staven vertelt me dat je actie moet gaan nemen. Zingeving. Jij, deze is een tweelingziel. Je geniet van en vindt rust door je tweelingziele energie die je ontvangt, die je in ontvangst mag nemen. Je geniet van en vind rust door de tweelingziele energie die je in ontvangst mag nemen. Wauw.
Ook hier komt de maan weer tevoorschijn. Misschien ben je een persoon die graag maanmeditaties doet en daarmee een connectie maakt met jouw tweelingziel. Jouw tweelingziel. Confrontatie. Eens je het ware doel van een confrontatie bevat, dan leer je dat deze liefdevol is en niet denigrerend. Op afstand kan jij heel veel met je tweelingziel doen. Je kan hem haar energie sturen. Maar ik heb hier meer het idee dat jouw tweelingziel nu de confrontatie met zichzelf aan het gaan is. Nu aan het uitzoeken is wat wel en niet bij hem past. En ik heb het idee dat deze persoon het moeilijk vindt ook om toe te geven dat er een tweelingzielenconnectie is. Misschien weet jouw twin wel van de connectie, maar ontkent hij of zij deze. En wordt deze nu eigenlijk geconfronteerd met dat het wel zo is. Indigo. Degene over wie je deze vraag stelt is een indigo. Dat wil zeggen een hoogsensitieve geboren leider. Dit gaat over jou. Zet even klaar deze kaart voor mij. Ook hier komt de maan weer omhoog. Het is een belangrijk moment voor je. We gaan op de grond zitten. Oh, waar is die helemaal naartoe? Oeh! Zwaarder 7. En de maan. Ben jij misschien aan het wegrennen? Ben jij misschien aan het wegrennen voor de confrontatie? Ben jij misschien degene die je een beetje laat leiden door gedachtes? 9 van zwaarden. Je bent in deze situatie hulpeloos. Maar je voelt dingen heel goed aan. En ik heb het idee dat er voor jou een hoger doel is dan daar waar jij nu mee bezig bent. Iets waarvan jouw ziel bevrijd gaat raken als jij je eigen daaraan overgeeft. Dit heeft in mijn beleving ook te maken met stukken uit het verleden die je moet helen. Maar ook het voelt als een vraag, waarom maak ik deze dingen mee? Waarom voel ik deze dingen? Waarom denk ik deze dingen? Waarom zie ik bepaalde dingen? En het is slechts een bewustwording. Het is slechts dat op het moment dat jij opkijkt en je ziet dat jij de sleutel bezit die de deuren doet openen, jij een bevrijding zal merken. Emotioneel, gevoelsmatig. En alles wat je daar alleen maar voor hoeft te doen, is niet langer blijven zitten, maar opstaan en de sleutel pakken. Die de deur naar meer opent. Je bent op de helft met de 5. En kijk hoe fijn deze vrouw zich voelt. De schat is van haar. Het is slechts haar overgave wat nodig is. Niet langer treuren. Niet wegrennen voor je gedachten, maar het onder ogen komen.
Een indigo is een wereldverbeteraar. Trek je zielsverwant aan. Je gebeden, je affirmaties en je visualisaties helpen om jullie bij elkaar te brengen. Niet alleen in meditatie, maar ook fysiek. Zielsverwanten komen in vele vormen. Geef over aan jouw engelen waar jij naar op zoek bent. Ben je op zoek naar een goede vriend of ben je echt op zoek naar liefde? Naar een partner, een levenspartner. Het is veilig om lief te hebben. Open je hart om de meest waardevolle energie van alles te geven en te ontvangen. Bij deze hoor ik: cijfer jezelf niet weg. Jouw liefde is vrijgevig. Jij bent vrijgevig. En dat wat je geeft, is wat je uiteindelijk ook weer terugkrijgt. Maar sta je daar überhaupt wel voor open? Om ook te ontvangen. Ik wil even klaar deze kaart. Nee. Dat sta je niet. Je kan heel goed leiding geven en mensen vertellen hoe ze dingen moeten doen. Maar voor jezelf? Waarom niet voor jezelf? Waarom leer je andere mensen zoveel dingen die je zelf ook goed kan gebruiken? Waarom leer je de mensen de lessen over de liefde als je zelf nog een hart te helen hebt? Als je zelf zo'n groot verlangen hebt? Een zoektocht naar een verlossing. Waarom begin je niet eerst bij jezelf? Waarom ga je niet back to basic in plaats van ronddwalen? Neem tijd voor jezelf. Al zijn er zoveel dingen te doen. Al zijn er zoveel pijlen die op jou gericht staan. Kom tot jezelf. Maak gebruik van je innerlijke wijsheid. Zodat je angsten en twijfels los kunt laten. Zodat je niet langer hoeft te verdrinken in je eigen gedachten. Geef alles over aan de maan. Het is veilig om lief te hebben. Relatie uit een vorig leven. Jullie hebben elkaar eerder gekend. Dit kan een paar dingen betekenen. Of dit is een persoon die jij aan het binnenhalen bent. Een soulmate. Maar dit kan ook iemand zijn waarmee jij te maken hebt. Momenteel, waar nog het een en ander mee opgelost moet worden. Deze persoon is teruggekomen uit een vorig leven in jouw leven nu, om nog dingen uit te zoeken. Te helen, misschien een cirkel te doorbreken. Dus laat even kijken. Zodat jij je ware ik kan zijn. Drie van staven. Laat de keizerin. In een wachtende positie, wachten tot jouw schepen binnenkomen. De
prachtkaart en een muntenneuken. Het kan zijn dat het een leeuw is. Een aardeteken wat op jou terugkomt. Ik heb het idee dat op het moment dat deze persoon, mits deze nog niet in jouw leven is, in jouw leven komt en jij daar beter van wordt, is misschien grof gezegd, maar deze persoon laat jou delen van jezelf zien. Ten eerste waaraan je mag werken, uiteraard. Maar deze persoon geeft jou ook het gevoel van levensvreugde. Deze persoon geeft jou het gevoel van kracht. Deze persoon geeft jou het gevoel van vrijheid. Deze persoon helpt jou om illusies los te laten. Deze persoon helpt jou om jezelf in de spiegel te leren aankijken. Zodat je met jezelf overeen kan stemmen. Dat je bepaalde dingen echt slechts als een illusie hebt gezien. Jouw spiegelbeeld. Schildknaap van munten, zodat jij jouw masterpiece, jouw eigen ik, verder kan creëren. Ik heb niet het idee dat deze persoon heel blijvend is. Ik heb meer het idee dat zodra deze persoon er is, deze persoon maakt iets wakker en deze persoon gaat. Weer de koning van zwaarden. Deze persoon is een leidende persoon. Deze persoon kan jou ook heel goed lessen leren. Misschien wacht je wel op deze persoon, zodat je eindelijk kan inzien van hoe en wat. Goed, vis. Dit was jouw reading. Wil je meer weten? Hieronder vind je in de beschrijving alles over een persoonlijke reading. Heel veel succes en hopelijk tot de volgende. Doei!